6, 7 en 8 oktober 2023 was het weekend dat we elkaar weer zagen. En met we bedoel ik Caroline, Liane en ik. En tegenwoordig beter bekend als de Fiber Girls. Het ging erom dat we samen naar het Crea Weekend in Hardenberg konden gaan. Maar we maakten daar natuurlijk een heel erg tof weekend van. Op vrijdag ging ik al op weg naar Enschede, zoals je hier kunt zien, naar Liane toe. Ook Carolien kwam deze kant op. Samen hebben we een hele leuke workshop gehad van Liane. En dat, was echt wel geslaagd, moet ik zeggen. Ik had nog nooit met een naaimachine gewerkt. En ja, of nog nooit echt goed met deze, moet ik het zeggen. Heel erg vroeger wel eens een keer met de naaimachine overweg gegaan. Het uiteindelijke eindproduct, zeg maar, kunnen jullie zien tijdens de live die we uit hebben gezonden. Dus daar kun je dat eventueel terugzien. Maar ook in de komende vlog nog. Want je ziet hier wel leuk allerlei bolletjes op elkaar afschuiven. Zoals je ziet ben ik hier bijna bij Liane. Ja, daar ben ik eindelijk bij Liane gearriveerd. Oh, nog niet helemaal. Ja, als je verder inzoomt dan... Nou is er geen twijfel meer mogelijk. En je ziet Caroline ook steeds dichterbij komen. En dan zijn we dan... Stutteren, dat was leuk voor de film! Al die, hè? Je filmt ook met flits. Dat doet hij automatisch. Huh? Wordt irritant. Ik zal het even uitzetten. Sterker nog, als ik met mijn telefoon foto's maak... Tadaa! Nee, dan moet er nog af. Nou, dit vonden jullie toch ook het mooiste, of niet? Want ik wil ook losse letters doen, maar... Ik weet het niet zeker, maar ik vermoed dat het die groene is. Oh! Tadaa! Hij moet alleen nog een keer met z'n drieën op de foto. Kijk. Heet het niet? Abonneren. Allemaal even doen, mensen. Je kan ook ont-abonneren, hè. Dat kan ook. Ja, dat kan wel. Dat doet hij zo meteen als we in de weg staan. Wat een gekke mevrouwtjes allemaal. Ja.
Wij hebben even een mededeling. Ja, foutje bedankt. Want wij wilden vanavond live gaan op ons Fibergirls kanaal, maar... Dat gaat nog niet. Nee, we moeten eerst meer leden, dus ik zou zeggen, voeg je allemaal toe. We hebben meer leden nodig om live te gaan. Ja, vanaf de 100 leden of abonnees kunnen we live gaan. Maar wij zijn natuurlijk niet voor één gat te vangen, want wij gaan vanavond gewoon live op ons eigen kanalen. Claudia Logie. Steekjes en zo. Get creative with Caroline. Ja. Dus we zijn er wel. Ja, maar niet op het Fibergirls kanaal vanavond, maar op ons eigen kanaal. Dus ik zou zeggen, ga je daar even inchecken vanavond om 8 uur. En dan zien jullie ons gewoon live op ons eigen kanaal. En kies maar zelf waar je heen wil. En je kan een prachtig pakket winnen. Ook dat nog. We hebben alle drie een prachtig pakket. En wie kan het nou winnen? Als jij bij mijn pakket wil winnen, word je lid van Claudiologie en de Fibergirls. Liane geldt hetzelfde voor. Steekjes en zo lid worden. En een leuk pakket winnen is zeker ook lid worden van de Fibergirls en daar een reactie uit te laten. En voor mij geldt hetzelfde. Dat is het in het kort. En vanavond horen jullie en zien jullie veel meer. Doei doei, tot dan! Doei! Je mag hier niet fotograferen en foto's. Je mag niet fotograferen zonder We zijn toestemming. Bij de Breigigant. We mogen geen foto's maken zonder toestemming. Maar we gaan er wel eventjes van genieten. Ik ga even naar buiten. De Breigigant in Rezerveen waren we gewoon helemaal beland. Ik ga even bijstaan, dan ga ik jullie even mijn foto zetten. U erbij? Nee, ik er niet. Even een heel snel rondje. Wie heeft zij? Wat heeft zij? De sleutel. Oké. Okay. Hij heeft de eer om dus naar binnen te gaan. Oké. Okay. Hij is echt wel. We hebben een upgrade gehad sinds de vorige keer. Ja, waarom gaat het altijd verkeerd? Rappapa, 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 rappapa. Doe die kattenstaarten uit de weg. Wow. Geen spinnen? Wow. Wow, oké. Okay. Hebben we echt een upgrade gehad? Deze is alleen voor mij. Wow, dat is wel echt een mooi. Kijk, tanden. Hier kan die gillis nog een puntje naar zuigen. Ik slaap onder. Ik slaap onder. Gekke bouterbeetjes. Dan slaap ik wel bovenin. Ik slaap wel bovenin. Show me the way! Hey, je kunt hier gewoon, ik mag nu nog een 2-persoonsbed liggen. Goeie!
Kijk eens, zelfs kussens, joh. Ja, echt gewoon kei mooi. Dat is echt hartstikke net. Waar is dat tweepersoonsbed? Oh, hier. Ja, hier. Nee, hier. Nee, hier? Nee, dat is een stapelbed. Ja, maar, ja, sorry. Dat bedoel ik toch? Stapelbed. Waar ik in moet klimmen. Ja. Nou, ik ga heel eventjes de spullen uit de auto halen. Ik ga heel even rondkijken. Hier is het palet. En een mooie douchecabine. Ziet er echt wel netjes uit, hoor. Een wc. Heb je die al gevonden? Ja, die zie je links. Oké. Okay. We hebben zelfs kapstokhaakjes. Ja, ja, ja. Oh. Oh, irritant dat licht. Nou, goedemorgen. Moeder Overste is al wakker. Eens even kijken wie er nog meer wakker zijn. Goedemorgen. Moeder Overste hier. Het is tijd om op te staan. Nou, die slaapt nog. Het is ook niet te zien. Goedemorgen. Claudia is wakker. Goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Kijk eens hoe ze erbij ligt. Met een mooie shirt op de benen. Ja, wat helemaal. Het zonnetje is al op. Wat waar? Ja, volgens mij regent het. Wil je niet opstaan, blijf je maar liggen. Moet je maar weten wat er van komt. Rom, ja. Wat er van komt. Ik ga even een kopje thee maken. En zorg dat we allemaal een lekker stukje suikerbrood krijgen. En dan kunnen we gaan opruimen. Yeah. Goedemorgen, dit is zondagmorgen 8 oktober. Het is 8:30. Moeder Overste, zoals ik genoemd word, is al wakker. Uiteraard, want die is altijd als eerste wakker. Even kijken of Caroline... Oh, Caroline ligt hier niet. Oei. Nou ja, zeg. Is dit nog take 2? En wat voor piepeltjes liggen er hier dan? Kijk, dat dan liggen die twee smurfen. Oh nee, het zijn IT'tjes. IT'tjes. Zoals jullie kunnen zien, is het redelijk rommelig nu. Maar... Niet. Maar... daar gaan de dames verandering in brengen dadelijk. Lengen. Ja, hè? Ik ga even een kop thee maken en even een paar lekkere stukken suikerbrood afsnijden. Tussen een bank en een wat moet je nog? Ik ben net bij mijn reet tussen een gat tussen een... Ja, wat wil je ook? Met z'n twee op een eenpersoons matras gaan liggen. Nou. Dat kunnen wij. Kom, ik schuif op. Het is donker hier. Kijk eens, en toen was er licht. Ik ga even thee maken. Ja. En ik hou wel van je. Oh, lekker hè? Suikerbrood. Inzoomen. Suikerballen. Suikerbal. In Friesland. Uit Friesland. Friesland. Heerlijk ontbijtje. En wie zit daar? Wie zit daar? Geen idee. Ik heet Claudia. Oh, Claudia. Claudia. Ben jij diegene van dat plotteren? Ja. Ben jij diegene van de boot? Ik heb het eigenlijk alleen maar
Oh. Je hoeft eigenlijk alleen maar je eigen handdoeken mee te nemen. Ja. En toen dacht ik van... Het gaat gewoon leuk. Ja, maar ik doe het helemaal niet meer, dus... Dat stond ik in de wangnaarreuze. Het staat toch leuk als je aan één kledingstuk dezelfde kleur knijpers hebt zitten. Ja, denk er maar wat van. Ja, dat is echt niet goed. Het lijkt er wel zo normaal mens, maar dat is helemaal niet. Het staat allemaal op de film, hè? Heeft ze gewekt, dat heb ik ook voor mij als keer gezegd. Helemaal verlept zijn we hier, zo zit ze ons te vinden. We zien het. Ja, dat is niet eens opgemaakt. Maar wel, hè, wel een mooi shirt aan. Ja, jij ook. Zie je het niet? Oh, zie je het net niet. Uit de ding. Het ziet er wel heel mooi uit, hè? Ja, ik heb ook wel een neiging gehad, maar ik vind het toch. Het kost zo'n set wel, 25 of 30 euro. Had ik jou ook niet eens een streng garen opgestuurd om dat te breien? Is het te breien hoor? Ja, die ligt er nog. Ja, oké. Okay. Die moest ik wegen, maar ik kan dus nog steeds nergens een batterijtje vinden voor mijn weegschaal. Oké. Okay. Ik zoek een 2460, CR2460, is niet te vinden. Oh ja. Maar waar heb je een weegschaal nodig dan? Omdat ik de helft moest wegen van jou. Ik zei, als ik hem nou door de midden vouw en daar, zei je, dan moet je even wegen. En dan wil ik het weer heel precies doen en dan lukt me dat niet omdat ik geen weegschaal heb. En dan blijft het dus liggen. Ja, want het is de bedoeling dat je het dubbel... Ja, en ik had het enkel gedaan. Ik denk, ja. Als ik hem dan voor de helft, als ik hem dan dubbel vouw en tot de helft uithaal, dan heb ik het middendak toe. Ja, toen zei jij, dan moet je even wegen, want dan is het niet precies genoeg. Ja, dan weet je het zeker. Ja, anders is het natuurlijk niet precies genoeg. En dan zit ik weer in de faalmodus. Dus ik moet het wegen, want anders is het niet goed. Ja. Ja. Ja, maar is het natuurlijk zo. Een gram kan een aantal meter schelen natuurlijk. Daarom. Wat een bol, joh. Hey. En dan komt het omdat dik en dun is. Ja, dat denk ik ook. Oh, deze maar. Ik zit daar een keer op. Ja, bijna klaar. Ja, dus ik mag even mijn balletje aan zetten. Ja, doe je balletje. Je balletje, ja. Even mijn balletje aan zetten. Ik doe even mijn raam open. Dat doe je niet. Dat zie je net niet, dat is jammer. De deur is helemaal om. De raam is helemaal om. Ja, hè? En helemaal om. Dan zien we je weer. Ja. Ik moet nog even mijn weg in toetsen, hoor. Ja. Nee, rij gewoon eens even weg. Al is het maar voor de film. Ja. Doe je daar maar op de hoek. Mijn weg, dat heb ik zo. Daar kan ik wel in. Oh, zo ja, ja, oh, grappig. Dus je kunt alles aan het omdraaien. Ja. Mijn dochter heeft hem ook weer gekocht van Bol. Ik heb hem volgens mij. Oké. Okay. Zijn er of zo? Ben je in? Nee. Een solo? Ja. Oh, ik heb daar ook nog cola. Nou ja, zeg. Hij had een cola gedronken bij hem weg. Het drinkt ook wat lastiger dan een flesje, denk ik. Ja. Ik heb de cola natuurlijk overgekomen in het flesje. Oh nee, het flesje kun je niet opdraaien. Nee, ik moet werken. Dit was een heel saai filmpje. Knip en plak. 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 Doei!
Nou, ik ben thuis. Het rotjongen heeft zijn slee voor de deur geparkeerd. Dus ik heb hem stiekem bij de buren staan. Vinden ze misschien niet leuk, maar dat heb ik wel gedaan. Dus dan kan ik mijn spullen uit gaan laden. Ik ga nog even het laatste screenshotje doen van de bolletjes. En dan ga ik me easy knuffelen. Ja, zin in. Hi, schatje. Kom. Vooruit. Kijk ik nog naar hondjes. Ja, ruik nog naar Malië. Reza. Reza was onze hond. Kom, gaan we knuffelen. Thank you.